iedereen, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie proberen een dagje mee te nemen, want we gaan hele leuke dingetjes doen. Ik ga mijn camera zo even vastnemen. Het is nu 20:20, ik ben al even op, of ja, 10 minuten eigenlijk, want ik heb net alleen maar ontbeten. Ik heb namelijk watermeloen gegeten met ham, dat is echt super lekker, dus als je in Spanje bent, dan moet je dat echt zeker eens nemen. En voor de mensen die het dus niet wisten, ik ben in Spanje echt al een weekje. En vandaag gaan we naar een aquapark, namelijk Aquamigas. En ik ga jullie proberen mee te nemen. Maar natuurlijk kan ik niet vloggen of filmen op de waterglijbanen, want ik heb geen waterproof gsm. Of een GoPro, want het is echt duur. Maar dus dit is mijn outfit van de dag. Ik heb namelijk deze jumpsuit aan. Deze komt van de H&M. En deze bikini heb ik eronder. En ik weet niet van waar deze bikini komt, maar maakt niet zoveel uit. En dit is trouwens onze kamer. Die is echt nu heel rommelig. En het is ook wel zeer klein. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. En voor de rest weet ik niet wat we nog gaan doen. Dat zullen we nog even bekijken. En ik zal zelfs het uitzicht dus voor jullie filmen. En eigenlijk wordt het ook een kleine ochtendroutine, want ik moet eigenlijk ook nog mijn haren doen. En mijn tanden poetsen enzovoort. Dus ja. Oké, we zijn eventjes verder. En ik ga nu mijn tanden poetsen en mijn haren kammen, want dat wordt ook in mijn ochtendroutine. En van tandpasta gebruik ik deze van Sensodyne. Namelijk deze. Maar gewoon omdat ze hier geen Elmex hebben, maar ik vind Elmex lekkerder dan tandpasta. Of ja, ik weet niet, het is gewoon lekkerder. Dus ja, hier ga ik mijn tanden mee poetsen. Dan ga ik mijn haren borstelen met deze kam. Oké, dit is allemaal niet gesponsord, maar ik laat het gewoon even zien. Dus dat ga ik nu even doen. En ik zal dat even in timelapse voor jullie zetten. Want anders duurt deze video echt veel te lang. En dat wil ik niet. Zo. En dan komt er nu een leuke timelapse. Zo, dan is dat wel weer gedaan. Maar ik denk dat ik in plaats van deze jumpsuit een wit kleedje aan heb. Want het wordt 37 graden. En dit is veel te warm om 37 graden aan te doen. Dus ik denk dat ik even iets anders ga aandoen. Het kleedje aan nu, maar die is wel een beetje vuil van onder. Dus ja, dat is wel jammer. Maar dat is veel luchtiger. Want het gaat veel te warm zijn. Dus ik ga me even omkleden. Tada, dit kleedje. Ja, dus dit kleedje ga ik aandoen. En voor de mensen die willen weten van waar dit kleedje komt van de CNA. Dit is ons uitzicht. We zijn terug thuis van het waterpark. Ik heb niet heel veel kunnen filmen, want ja, dat ging gewoon niet. Maar er komen nu nog een paar leuke foto's in beeld. En voor de rest ga ik nu wat chillen ofzo. Ik heb ook veel honger, want het enige wat ik heb gegeten bij het waterpark is een stuk pizza en wat koek en snoep. En dat vult niet echt heel veel.
Dus ik ga kijken of ik nog wat kan eten. En mijn haar ziet er echt niet uit. Ze ontploft. En daar zit je Nathan in de verte. Hoi Nathan. Kom je ook op mijn vlogje? Oké. Nee, je gaat weg. Dus ja, ik ga kijken wat ik nog ga doen. Oké, ik zou niet weten wat ik ga doen. Ik zou niet weten wat ik kan eten, maar ik ga eerst even wat drinken, want ik heb zoveel dorst. En sorry als ik een beetje onduidelijk praat, maar ik zei dat ik niet weet wat ik ga eten. Maar eerst even iets ga drinken, want ik heb echt heel veel dorst. Dus ik heb het even herhaald, voor als je niet verstond. En ik ga cola drinken. Ja, maar ik heb super veel dorst. Maar ik heb ook heel veel honger, dus ik moet eens kijken wat ik ga eten. Want het is al 4 uur en om 7 uur eten we. Dus misschien niet meer te veel, maar ik heb al heel veel honger. Doet goed. Oké, ik heb even gevraagd aan mijn mama wat ik nog mag eten. En ik ga carpaccio maken, want dat is kei lekker. Voor de mensen die niet weten wat carpaccio is. Dat is dit. Dus ik ga nu een bord carpaccio voor mezelf maken. Allereerst neem ik een bord, wat een beetje logisch is. Oké, het is echt heel donker. Zo. En let alsjeblieft niet op mijn haar. Het ziet er echt niet uit. Ja, waarom hou ik jullie? Ik doe het eventjes hier zo. Oh nee, dat gaat niet lukken. Ik ga nu sla uit de vriezer halen. Want dat eet ik ook wel graag bij. Dus ik heb hier lekker sla en dan de carpaccio. Die ga ik nu even maken. Ik zie echt niks wat ik bezig ben. Dan moet ik hier nu even zetten. Oké. Hier is mijn bord en deze carpaccio. Allereerst nog wat sla op mijn bord. Zo. Dan ga ik deze heel lekker carpaccio opdoen. Dat is echt heel lekker. Zo. En dan neem ik een mes om daar af te kunnen halen, want dat is zo. Het zijn heel dunne sneetjes, maar het is allemaal zo op elkaar. En ik wil die allemaal van elkaar. En zo gaat het ook wel. Zo. Voilà. Alle carpaccio ligt op mijn bord. Ik heb mes nodig gehad. Hij is al weg. En dan neem ik nu wat peper en zout enzovoort. Dus peper, ditte. Ja, ik weet niet of ik echt peper en zout ga opdoen. Nee, dat gaan we er niet op doen. We doen alleen dit groen spul op. Ik weet niet wat dat is. Dat is dit. Dat is balsamico-azijn. Maar dan met appelsmaak. Dus die ga ik erop doen. En zo ziet mijn bordje er al uit. En als laatste doe ik de kaasdingen erop. Zo, en nu ga ik de kaasje erop doen. Oké, nu ga ik de kaas op mijn bord doen. Eerst even open krijgen. Dat gaat echt nog een klus worden. Oké. Zo. Het is open. Hier is mijn bord. En dan gaan we het overstrooien. Zo, en nog een beetje extra. Voilà. Zo ziet mijn heerlijke carpaccio eruit. En nu ga ik die lekker opeten. Aan de tafel hoort. Eerst licht uitdoen. En dan gaan we hem lekker hier opeten. Want ik heb honger. Hallo. Voilà.
En nu ga ik eten, dus tot ziens. We zijn al een paar dagen verder en ik zie dat ik de vlog dus nooit heb afgesloten. Of nooit verder heb gevlogd. Dus dan wil ik even zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een heel leuke vlog vonden. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!